Dit is de nieuwe Audi A7, de tweede generatie van de vijfdeurs met de vier ringen. Hij zit stampvol technologie, van laserkoplampen tot vierwielsturing en een milde hybride aandrijving. We gaan een ritje maken. Onderweg konden we met de 3 liters rijden. Een benzine met 340 en een diesel met 286 pk. Ze komen allebei standaard met een mild hybride systeem en dat loopt op een 48 volt netwerk. Je voelt er eigenlijk nauwelijks wat van tijdens het rijden, maar het scheelt je wel zo'n 10% in het verbruik. Ze komen allemaal standaard met vierwielaandrijving, maar later volgen ook nog versies met kleinere motoren en met voorwielaandrijving. Wat ook voorzien is, luchtvering en vierwielsturing. Beide zijn wel tegen een meerprijs, maar het maakt de A7 een heel stuk bewegelijker dan je zou vermoeden gezien het formaat en het gewicht. Van binnen lijkt dat heel erg op de A8. Er zijn bijna geen knoppen, alleen grote kleurenschermen. Audi zijn altijd al zeer afgeborstelde auto's geweest. Met de nieuwe A7 is het niet anders. Hij is af,